Jelle Wallace, je bent nu 2 weken renner af. Hoe voelt dat? Ik heb de knoop doorgehaakt en sindsdien ben ik eigenlijk met van alles bezig. Laat ik alles een beetje op me afkomen. Hoe voelt dat? Het was niet simpel om de knoop door te halen, maar eenmaal de knoop doorgehaakt was dat wel... Ja, het wielrennen is veranderd en het zal zo zijn. Dus moet me het beste maken van het volgende leven. Ontgoocheld dat er toch geen nieuw contract uit de bus is gekomen? Ja, ik denk als wielrenner dat het altijd heel moeilijk is om de knoop door te hakken. Omdat je voor mij is dat nu 20 jaar dat ik enkel op de fiets zit. Dat was volledig mijn leven. Dus start je eigenlijk een nieuw leven. Ik zeg altijd tegen de mensen dat ik me terug 18 jaar voel en dat ik een keuze moet maken in het leven. Wat ga ik nu doen? En daarom laat ik ook veel op me afkomen en bekijk ik wat is er mogelijk en wat niet. Dus op dat vlak is het wel deels ook plezant. Ik kreeg nooit het signaal van we zijn niet content of we verwachten meer. Dus dacht ik, ik doe goed mijn werk. En ik hoopte ook om nog op dat elan door te gaan, 2 jaar. Zou ik heel tevreden mee geweest zijn. Maar toen, na de tour zal ik maar zeggen, meestal begin de contractbespreking dan. En voel je wel van, er is een mogelijkheid om bij te tekenen of niet. Maar er kwam niks. En dan, ik er toch wel bij stilgestaan dat het heel moeilijk zal worden. Ook mijn leeftijd, ben 34 jaar. En je ziet ook, als je 20 jaar bent, dat van vandaag doen ze onmiddellijk mee. Wat dat mooi is. Dan is mijn frank wel een beetje beginnen vallen. Maar ik hoop nog altijd natuurlijk op iets meer. Maar het is wat dat is. Dan komt nu Wallace. Die komt hier met de tong uit de mond op en over het Bistrum. Gaat hij het halen? Gaat hij het halen? Jawel, hij gaat het halen. Wallace wint de etappe. Voor Bistrum en Sagan sneuvelt op een derde plek. Je kan het niet beter timen. Alsjeblieft. 18e etappe in de Vuelta. Ik was niet de veelwinnaar. Maar ik kan wel zeggen dat ik 13 koersen op profniveau heb gewonnen. Waarvan enkele heel mooie. Ik heb alles meegemaakt waar een jonge renner van droomt. Dus ik heb een grote rondes gereden. Ik heb de Tour kunnen rijden. Ik heb alle klassiekers kunnen rijden. Enkel Milan-San Remo niet. Maar voor de rest denk ik dat er veel jonge rennertjes of zelfs jeugd droomt van die carrière. Dus daar moet ik ook wel proberen bij stijl te staan en vooruit te kijken. Wat is jouw mooiste moment geweest? Ja, die vraag kreeg je regelmatig natuurlijk. Het is een grote ronde winnen is prachtig. Maar wat ik daar miste... was eigenlijk familie en vrienden om me heen. Dus zeg ik altijd, dwars door Vlaanderen voor mij was de mooiste. Want je rijdt over de streep en je valt in de armen van familie en vrienden. En door die familie en vrienden, ze doen altijd heel veel voor jou. Dus dat is eigenlijk het mooiste dat je kunt meemaken. Dan voor winnen in eigen streek, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft nog 50 meter en hij gaat het doen. Hij wint en gaat Teuns nog tweede. Wordt 1 en 2. Kan dat? 1 en 2. Van Baarle komt nog aandringen. Teuns houdt hij nog af. Jawel. Jawel. 1 en 2. Wallace wint. En Teuns is tweede. Van Baarle is derde. Wat heeft Jelle Wallace vandaag allemaal uitgevreten? Wat zijn de grote verschillen, Jelle, tussen 15 jaar geleden en nu? Ja, in de periode van Tombon en Cancellara, zal ik maar zeggen. Het koersverloop was vroege vlucht. Uurtje koers, de vroege vlucht is weg. Een beetje bijpraten, een beetje gezellig keuvelen. En dan gingen we richting de finale, waar dat er eigenlijk terug hard gekoerst werd. Maar ik zal zeggen, sinds de corona-periode is er een nieuwe vibe gekomen in het wielrennen. Die voelde je wel al aankomen met Mathieu en Pogačar en zo verder, Remco. En die vibe is gewoon van start tot finish. Geconcentreerd, mentaal moet je constant iedere seconde bezig zijn. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste evolutie is. Je stopt nu, dan vraag ik me af,
Als wielrenner moet je heel veel trainen. Hoe gaat dat dan nu gaan? Ben jij iemand die het zware fysieke werk gaat missen? Op dat vlak vond ik het al spijtig. Ik haalde nog mijn niveau. Ik trainde nog graag. Nu heb ik die beslissing genomen. Maar sowieso blijf ik ook verder doen. Want ik heb eigenlijk nieuwe doelen gesteld nu. En die zijn? Dus volgend jaar zou ik graag 5 Ironmans doen. Dus, en Frederik van Leerde wordt mijn trainer. Dus dat is eigenlijk mijn verdere evolutie in mijn carrière. Ik vond het anders te brusk om te stoppen. En ik heb eigenlijk nieuwe uitdagingen gaan opzoeken. Jullie produceert je eigen koffie, klopt dat? Ja, we zijn eigenlijk de B&B gestart. En ik ben koffieliefhebber geworden, zal ik maar zeggen. Doordat ik veel verschillende landen zie. En altijd gaan proeven ben. En in een B&B, bed and breakfast. Bij een breakfast hoort een goede koffie. Dachten we, we gaan samen een blend samenstellen. Dus we hebben zeker onze eigen koffie ook. Vertel er eens wat over. Wat voor een blend is het? We hebben eigenlijk voor een fruitere tint gegaan in de koffie. Dus niet echt het bittere gaan opzoeken. Maar dat is eigenlijk door 50% Brazilië en Guatemala samen te brengen. En heel lichte branding te gaan doen. Dus ik denk dat het geen alledaagse koffie is, zoals dat de meeste mensen gewoon zijn. Maar op alle vlakken vind ik wel dat we zeer geslaagd zijn in onze keuze. En we vinden het echt super plezant dat die eigenlijk zo lekker is. Jelle, we zitten hier nu in jullie B&B. Ik neem aan dat daar nu wel vooral de aandacht naar uitgaat. Ja, inderdaad. Ik probeer elk weekend te helpen bij het ontbijt, zal ik maar zeggen. 'S morgens de gasten ook te verwelkomen. En eigenlijk mijn branche is de koffie zetten, dus dat doe ik nog altijd. De B&B, koffie, Ironman plannen. Ik heb niet de indruk dat jij snel in een zwart gat gaat vallen, Jelle. Ja, ik ben altijd iemand geweest die niet kan stilzitten. En ik denk dat dat ook niet snel zal veranderen.